Hallo, welkom bij onze tweede vlog. Vanavond de maandagavond, de oefenavond, de vaste oefenavond bij ons. We starten om 7:30 en vanavond hebben we ons gericht op waterongevallen. En Twan heeft hiermee het uitgezet. Twan, ja. Kan jij vertellen wat het scenario was? Zeker. Het scenario was dat er straatraces hadden plaatsgevonden bij de handbalvelden. Bij ons een bekende plek waar veel auto's staan vooral. Auto's met elkaar in botsing gekomen, één auto te water geschoten. Met dat de auto geraakt was, had hij nog een slachtoffer meegenomen en slachtoffer lag te water. Inzet was dat ze de auto uit het water zouden takelen, technische hulpverlening zouden toepassen om de slachtoffer in de auto te bevrijden. En een waterpak een zoekslag zouden maken om het slachtoffer te vinden in het water. En het bijzonder daarvan was dat we deze inzet gefilmd hebben. Het is ook een soort van pilot wat we willen proberen in Monnikendam. En dat heeft ons eigenlijk opgeleverd, Remco. Nou, na de oefening zijn we teruggekomen in de kazerne. We hebben meteen de beelden bekeken. En normaal gesproken bespreken we de oefening op de locatie. Nu hadden we de beelden bij, waardoor er dat gerichter feedback gegeven is, onze mensen. En waardoor er meer leermomenten zijn ontstaan. Ja, mensen zagen hun eigen houding ook ten tijde van de oefening in dit geval. Dingen die ze gedaan hebben waar ze eigenlijk zichzelf niet bewust van waren. Het mooie daarvan is dat we de film hebben bekeken. We hebben aandachtspunten daarvan opgeschreven. De film gaan we daarna weer verwijderen en de aandachtspunten nemen we mee. Die zetten we neer in een document. En op het moment dat de volgende keer een oefening wordt georganiseerd door iemand anders, dan nemen ze die punten weer mee. Zodat we eigenlijk inderdaad die leermomenten weer kunnen toepassen bij een volgende oefening. Zodat we inderdaad nog beter worden eigenlijk. Een win-win situatie. Win-win situatie, inderdaad. Nou, dit was onze tweede vlog. Tot volgende week.